Oké. Welkom iedereen bij de Zoom-call. We zijn met 9. Had wel verwacht dat we met niet al te veel gingen zijn. Voor wie is deze Zoom-call om te beginnen? Dit is echt gewoon. Ik ga gaan over de basics van DeLorean en hoe je DeLorean-platform accesst en wat ook precies DeLorean is. Vandaag ga ik echt over de vier stappen gaan waarvoor DeLorean echt bekend is. De vier stappen die er echt voor zorgen dat deze strategie een makkelijke strategie is om te volgen. Misschien moet ik even ook beginnen met mezelf voor te stellen. Voor mensen die me nog niet kennen, ik ben Sam. Sam Dupré. Ik ben niet van Team Unstoppable. Ik zit nu op het Zoom-account van Team Unstoppable. Maar zoals jullie wel horen, ben ik van België. Ik ben van een ander team. Ik ben nu 18 jaar en ik train nu sinds augustus. Dus dat is een goede 5 maanden, als ik me niet vergis. 4, 5 maanden. En ben nu al 2 maanden redelijk profitable met DeLorean. DeLorean was ook mijn eerste strategie. Misschien goed om te zeggen waarom dat ik voor DeLorean heb gekozen. Was echt gewoon, ik had dus verschillende strategieën in video's eens bekeken. En dan, ja, DeLorean leek mij het gewoon meest sexy, om eerlijk te zijn. Ik vond het heel simpel. De educators leek me nice. Dus ik zei, ik ga het gewoon proberen. Als het niet voor mij is, ga ik naar een andere strategie. 5 maanden later zit ik hier nog altijd. Ik vind het echt super. DeLorean vind ik ook echt super voor de reden dat je echt gewoon het kan expanden en er meer mee kan doen dan enkel wat ik jullie vanavond ga leren, wat de vier stappen zijn. En echt gewoon, het is endless. Je kan altijd maar blijven bijleren en je kan er eigenlijk je eigen ding van een beetje van maken. En dat is ook wat ik graag doe. Dus naast de vier stappen heb ik nog verschillende andere soort van strategieën binnen DeLorean die ik ook doe en graag doe. Dus ja, dat is een beetje mijn verhaal. Voordat we eigenlijk beginnen, ik heb nog iemand gejoind, zou ik even willen vragen van hoe ervaren jullie zijn met DeLorean? Dus als nul is echt van dit, je hebt je net ingeschreven bij IM en je hebt misschien nog een beetje gehoord van DeLorean, maar meer niet, zet even in de chat. En 10 wil zeggen van ja, ik ben profitable, ik haal 15% per week met de vier stappen. 0, 4, zet allemaal in de chat gerust. Het is gewoon om eens te weten. 3. Oké, 3, 4, 5. Ja. Dus voor deze sessie hoef je nog niet de bootcamp van Patrick Kenny te hebben gezien. Ook ga ik wel zeker aanraden die te kijken. Hier ga ik echt, als je die sessie al gezien hebt van Patrick Kenny, is dit gewoon een herhaling. Niks slecht met een herhaling. Dit zal ongeveer nog 40 minuutjes moeten duren, deze call. Dus naast de basic stappen gaan we ook wat voorbeelden maken en echt tonen hoe DeLorean precies werkt. Dus oké, we zijn ongeveer 0, 3, 5 zie ik vooral. Dus nog redelijk beginners de meeste. Ga je mijn scherm dan delen? Oké, als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. En dan ga ik direct eigenlijk tonen hoe je de DeLorean-scanner opent en aankoopt. Dus we gaan naar IM. Dus je gaat naar je IM-platform. Dus als je nog geen DeLorean package hebt, de DeLorean is zeg maar een add-on. Dus dat wil zeggen, naast je IM subscription heb je ook een DeLorean package nodig. Dat is $22 in de maand. Dat is ongeveer 20 euro, 19 euro. Hoe dat je die koopt, is je gaat naar je back-office onderaan. Dus je bent nu op de homescreen van je IM-platform. Gaat naar je back-office, customers. Deze vink je even aan. Login. Naar je naar shopping cart, maar dat je in je back office zit. Naar je naar onder scrollen, dus hier heb je eigenlijk alle verschillende strategieën en extra packages die je kan aankopen als je bij IM zit. En dan ga je naar onder tot je komt bij DeLorean. Oh, ik ben er al voorbij. Oh ja, waarschijnlijk. Ja, ik kan het niet doen, omdat ik al de DeLorean package heb. Maar normaal gaat DeLorean hier tussen zitten. Ja, dus inderdaad, ik zie het hier niet. En dan ga je het hier aankopen en dan heb je het DeLorean add-on. Als je eenmaal de DeLorean add-on hebt gekocht, hoe dat je er echt naartoe gaat, is je gaat hieronder naar strategies, strategieën. En dan scroll je naar onder, ga je naar DeLorean en dan open je hier de DeLorean scanner. Oké, dan zit je in de DeLorean scanner. Hier heb je de basic DeLorean tutorials. Zeker goed om eens even door te gaan.
Elke video duurt niet al te lang en daar leggen ze echt gewoon uit, stap voor stap, hoe dat je eigenlijk ja, het maximum uit je IM-pakket en je DeLorean-pakket kan halen om echt goed DeLorean-strategie te leren. Dus dan zit je echt op de scanner. Dit is hetgeen wat we eigenlijk elke dag gaan gebruiken om alerten te krijgen. Ik kan nog allemaal uitleggen hoe dat precies zit. En die alerten gaan je eigenlijk zeggen naar welke paren, currency-paren, je eigenlijk moet kijken en weten van, oké, daar moet ik een patroon zien of daar moet ik eigenlijk iets zien. Dan moet ik mij bevestigen of niet bevestigen dat ik de trade ga nemen, enteren. Alles van hoe dat je een trade entert en zo zou je in de 100 en 200 series moeten hebben gezien. Als je die nog niet gezien hebt, zou ik eigenlijk zeker aanraden die eerste kijken en dan eventueel nog de recording van deze call te herbekijken. Dus dit is de DeLorean scanner. Ga ik nog even vlug tonen de verschillende educatoren die op DeLorean zitten. Dit zou ook niet te lang mogen duren. Dus je gaat eigenlijk naar Go Live. Ja, misschien moet ik het best tonen van hier zelf. Ga je terug naar je homepage. Ga je hieronder, eenmaal dat je op je homepage zit van IM, ga je hieronder naar Go Live. Klik op Go Live. Dan kom je hierop. Dit is de Go Live page. Scroll je helemaal naar onder tot je komt bij DeLorean. Dan klik je op DeLorean. En dit zijn de vier educators die je echt gaan leren en die je kan volgen hoe dat je DeLorean gebruikt. Maar ook als je een beginner bent en je wil dat direct geld verdienen, of het nu is met je demo-account of direct je live-account, kan je deze educators elke dag volgen, ook trades overnemen. Het is best dat je begrijpt wat ze doen, maar je hoeft het niet te begrijpen. En deze gaan van, voor onze tijd in België en Nederland, is het van 12 uur 's middags tot 4 uur, 4 uur 30. Dus dat is eigenlijk 4 uur, 4 uur en half aan een stuk aan puur educatie en trading met de DeLorean scanner. Dus zij gaan ook dezelfde scanner gebruiken die jullie vandaag gaan leren gebruiken. En dan kan je eigenlijk gewoon meevolgen met hun. Dit zijn ook de timeframes, die kan je hier zien. Het is een andere een andere tijdregio, maar Murat is om 12 uur. Dus Murat is om 12 uur. Tyrone is nu tegenwoordig vaak om 9 uur 's ochtends. Ook al weet ik niet of dat voor altijd zo gaat zijn. Dan heb je Abel, Melendez en Patrick Kenny. Ik ga straks ook tonen van dat ik de vier stappen heb overlopen, hoe dat je eigenlijk, of dat zal waarschijnlijk morgen zijn. Ik bedoel, de volgende call gaat echt hebben over hoe dat je stap voor stap DeLorean echt advanced ook kan leren en echt all-out mee gaan. En welke video's en series van video's je kan kijken om echt dit te masteren en hier echt je brood mee te verdienen en hier echt je next level te gaan. Oké, ik denk dat we daar ongeveer klaar mee zijn. Dan ga ik juist nog eens tonen de Pip Talk. Dat is ook interessant. Pip Talk, ik weet niet of jullie al gehoord hebben ooit van het concept van Pip Talk of wat het precies is. We gaan het toch even tonen. Terug naar IM. Dus ik ben terug op je homepage. Dan heb je hier nog een derde tabblad. Dat heet Pip Talk. En dan daar ga je naar DeLorean. En hier is eigenlijk waar dat de educators gaan communiceren met ons. Dus stel voor dat we een trade hebben geënterd op een live sessie van hun. En we zitten nog in die trade na de live sessie. Gaan zij hier eigenlijk zeggen van oké, dit doen we met de trade. De trade heeft take profit gehit. De trade zet en break even. Hier gaan ze eigenlijk dit echt allemaal communiceren met ons en allemaal zeggen van bijvoorbeeld, dat was een trade van vrijdag, ik heb die zelf genomen. Dus hij zegt hier, US 30 Purple Zone bonus trade from the live room yesterday should be risk-free. Dus hier zegt hij van kijk, zet deze trade risicovrij. We zijn al 1000 pips in profit. En dan een andere trade heeft take profit gehit. God bless the Lorian Nation, let's go. Dus dit is zeker handig. Ook voor op je telefoon is er een app van IM. Zet de meldingen aan. Ben je altijd geüpdate als er updates zijn van de educators. Dus dit moet je zeker echt ook checken. En elke dag checken als je aan het traden bent. En dan ga ik eigenlijk nu, denk ik, verder gaan. Ik heb hier een soort van, naast me, daarom dat ik links kijk van mij, heb ik een soort van stappenlijst dat ik wil overlopen vanavond. Dus dit is het DeLorean-platform. Ik ga dit proberen. Oh ja, ik kan er gewoon neerzetten. Oké, dit is het DeLorean-platform. Dus zoals ik al zei, hier ga je alles... dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt om te traden. En dan uiteraard, daarnaast heb je nog je gsm nodig om de trades te enteren.
Ik ga al direct zeggen, het platform zelf is niet super, hoe zeg je dat, is niet super snel, werkt niet super goed. Niet alles staat op de juiste plaats, kan soms een keer fout gaan. Dus wat ik persoonlijk doe en ook kan aanraden, ook zelfs al ben je nieuweling, is als je hier een alert krijgt, USD Mexican bijvoorbeeld, dat je dan eigenlijk direct, ga je naar een volgende tabblad, open je TradingView. Als je TradingView, als je nog niet echt weet dat je met TradingView moet werken, zou ik zeker zeggen, contacteer je Upline, dat die eens kan uitleggen hoe dat precies werkt. Maar gaan we eigenlijk, vanaf dat je hier een alert krijgt, ga je direct een TradingView ingeven, USD Mexican. Dan ga je echt gewoon deze alert die je hier hebt gekregen, analyseren in TradingView. Dus we gaan echt gewoon, dus hier zien we USD Mexican, 240 minuten, dat wil zeggen op de 4 uur timeframe. Dan ga je naar je TradingView, druk je op 4 uur. Dan ga je hier eigenlijk je analyse doen, dat je normaal gezien hier zou moeten doen. Dus dat is een eerste ding dat ik zeker wil meedelen. Patrick Kenny en Tyrone gaan het zelf natuurlijk niet zeggen van gebruik TradingView, toch niet altijd. Waarom? Ja, ze hebben dit gebouwd en ze willen dat je dit gebruikt. Ik zie dat er iemand in de chat is gevraagd. Wat voor analyse doe je dan? Die analyse ga ik dan nu direct uitleggen. Ik ga juist nog juist even deze drie dingen uitleggen en dan gaan we direct van start. Dit hier, Strategies Shadow. Dit is de plaats waar dat de educators, dus Tyrone Foster en Patrick Kenny vooral, echt gewoon trade-ideeën gaan zetten. We zijn hier van boven, Strategies Shadow. En dit is echt gewoon overnemen. Zij gaan je zeggen van, take profit, je entry, je zet een sell limit. Dat is ook iets dat je zou moeten geleerd hebben, denk ik, de 200 series, als ik me niet vergis. Zet hier een sell limit, je stoploss staat hier. Dit is je take profit 1, take profit 2, of de grote take profit. Dit is gewoon iets dat je overneemt. Dit is iets dat heel weinig gebeurt, dus je hoeft hier niet te veel naar te kijken. Like, dit laatste was 116 uur geleden. Dan was er iemand 500 uur geleden, 600 uur. Dus dat is al een paar weken zelfs. Dus hier hoef je niet te veel zorgen om te maken. Oh, ik heb de scanner volledig gesloten. En dan, wat hier staat bij training, dat is eigenlijk wat ik nu vanavond over wil hebben. En wat je eigenlijk als beginneling, als beginner zeg maar, heel veel gaat gebruiken. Hoe zet je een TP1? Dat is iets dat ik zeker ga uitleggen, of Ruben zeker ga uitleggen in de volgende sessies. Maar heel kort samengevat, het kan zijn dat het nu niet duidelijk is, maar ik ga het niet lang over uitwerken. Als je een TP2 hebt, of zelf bijvoorbeeld, je zet in je MetaTrader, zet je eigenlijk gewoon een TP2 in, dus je laatste take profit. En dan zet je in je TradingView, zet je alerten op je TP1, een alert, en je kan, als je de app hebt van TradingView, kan je die ook op je gsm laten afgaan. En als je die alert krijgt, open je trading, je MetaTrader en haal je een deel van je positie eruit. Dit klinkt waarschijnlijk al als Chinees voor sommigen van jullie nog, of de meeste van jullie, volledig begrijpelijk. Maar dat is heel simpel uitgelegd hoe dat moet. En dan zeker in dag 3 of 4 gaan we dat echt uitleggen hoe dat je dat precies doet. En dan ga ik nu eigenlijk verder gaan met de DeLorean Scanner en wat nu precies die strategie en die analyse is dat ik het over heb. Dus hier bij training heb je hier verschillende dingen. Tutorial, Trading Bootcamp. En dan deze step-by-step graphic. 15 minuten, hour 1 staat hier. Hour 4 en daily, dat is het idee. Deze gaan we gebruiken. Verder, deze twee dingen zijn eigenlijk... Deze is tegen de volgende keer dat we live komen. Dus dat zal volgende week maandag zijn. Zou ik echt willen van jullie dat jullie deze 5 video's bekijken. Als je hier gaat, dus de DeLorean Scanner, ga je naar training. Dan ga je naar Training Bootcamp onderaan. Dan heb je day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Dit zijn 5 verschillende video's op YouTube. Die eigenlijk echt de DeLorean stap voor stap uitleggen. Dus ook de uitleg die ik vanavond toe ga je zeker nog eens daar zien in die video. Dat is uitgelegd door Patrick Kenny, een van de makers van DeLorean. Legt het ook veel beter uit dan dat ik het kan uitleggen, aangezien dat hij de maker is. Ik ga ook de link even vlug zetten in de chat van een playlist op YouTube, van zijn YouTube-kanaal. Dus stel dat je zegt van, ik wil nog niet de Learn Package aankopen, kan je ook gewoon de video's op YouTube bekijken. En dan kan je daarna, na die 5 video's, bepalen van, wil ik echt wel de Learn Package aankopen.
Als je alleen 's avonds tijd hebt, is deze trainingtechniek zinvol. Ja, je kan met DeLorean kan je echt wel een manier vinden om zeg maar doorheen de dag ook ermee bezig te zijn. Al is het moeilijker, want DeLorean treden we eigenlijk tussen 2 uur 's ochtends en 10 uur. Nee, dat klopt niet. Dat is de Amerikaanse tijd, sorry. We trainen tussen 8 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Onze tijd, Belgische tijd, Nederlandse tijd. Dus ja, in die tijd doen we wel de meeste trades, dat zijn de live sessies. Dus daarom eigenlijk, als je echt zegt van ik kan enkel maar na 6 uur online, vrees ik dat DeLorean misschien niet de beste strategie is voor jou. Ook al kan je het echt wel integreren met je dagelijks leven. Er zijn verschillende manieren, ik heb het al vrienden zien doen, stap voor stap geleidelijk aan. Dus ik zou dat zeker eens met je upline bespreken. Ik ga hier ondertussen even... Oh, het ziet eruit dat het niet gelukt is. Oh, nee. Dus die link werkt niet, deze wel. Dus dit is de link van de DeLorean Bootcamp, de 5 dagen bootcamp van Patrick Kenny. Als je de recording aan het bekijken bent en niet meer live aan het kijken bent, kan je ook gewoon DeLorean Bootcamp opzoeken op YouTube. Dan vind je het ook gerust. Dus dat is dat. Dus je kan het ook gerust hier via training DeLorean Bootcamp Day 1 tot 5 bekijken. En dan nu gaan we echt overgaan tot hoe dat je DeLorean trade. Dus om te beginnen, wat is DeLorean? Wat is DeLorean? Dit is ook een foto dat je gaat zien in de bootcamp van Patrick Kenny. Hij heeft het ook gemaakt. DeLorean is eigenlijk een scanner die op de 15 minuten, 30 minuten, 1 uur en de 4 uur gaat scannen naar 30 verschillende currencyparen. Dus currencyparen, euro, USD, USD, Canadian dollar, Britse pond, Japanse yen. En dat is een algoritme die eigenlijk elke paar seconden refresht. En op 30 verschillende paren, op verschillende timeframes, 4 verschillende timeframes, echt elke paar seconden scant of er alerten zijn. En ze maken het echt zo gemakkelijk mogelijk dat zelfs een 10-jarige zou dit kunnen doen. Ik heb ook mijn vriendin leren traden op een half uurtje tijd. Dus zij doet het soms echt gewoon puur voor de fun. Dus het is echt niet moeilijk. Dan gaan we terug direct over naar de DeLorean scanner zelf. Dus dit, zoals ik al zei, is de DeLorean scanner. En als beginner ga je eigenlijk dit gebruiken. Dit is een pagina dat eigenlijk gaat zeggen, stap voor stap, step 1, 2, 3, 4, en take trade. Hoe dat je eigenlijk echt kan kijken van hoe dat je trades neemt en hoe dat je kijkt voor de DeLorean alerten, hoe dat je ze analyseert. Ik ga hier al direct een bijpakken die volgens mij goed was van vandaag. En dan ga ik ze overlopen. Zijn er eigenlijk vragen tot nu toe? Zijn er mensen die zich al nog dingen afvragen of meer info willen over iets? Zet dan gerust in de chat. Ik ga er niet te diep op ingaan. Als er vragen zijn, wil ik ze gerust beantwoorden. Oké. Als er nog vragen zijn, stuur gerust in de chat, dan bekijk ik ze straks. Dus stel bijvoorbeeld, we zijn, dit is om 3:45 's middags en we krijgen een alert van Oud JPY op de 15 minuten timeframe. Dan ga je hier, als je erop klikt, ga je hier links van je Oud JPY zien op de 15 minuten timeframe. En dan hier zie je een pijltje. Ga je al direct zeggen, dit pijltje, soms kan het letterlijk hier staan. Dat is dus wat ik bedoelde met die DeLorean scanner, die soms een beetje af is of niet zo goed werkt. Maar in dit geval werkt het prima. Dus dit pijltje, dus een pijltje naar beneden, dat geeft aan dat we zoeken voor een sell. We willen de markt gaan shorten. Dus deze pijl wil zeggen van, kijk, op dit moment, dat was vandaag om, we zien het onderaan, om 3:45 's middags, 15:45, kijken we om short te gaan op de markt. In de chat. Dankjewel. Direct ga je eigenlijk kijken naar de twee candles, de twee blokjes aan de links ervan. Wat zijn candles? Candles zijn die dikke blokken. Die lange slierten hier, die lange uitsteeksels, dat heet een wix. Dat heb je ook geleerd, denk ik, in de 200-series of 100-series. En we kijken eigenlijk daarnaar. Dan ga je direct, kijk naar deze twee hier. Waarom kijken we naar die twee? Want die staan links van de pijl. Dan kijk je naar die twee.
Dan gaan we terug naar... Dus dat staat hier trouwens. Ik had beter dit gebruikt. Look at the two candles to the left of the arrow. Is the blue candle bigger than the red? Dit is bij een buy. Sorry, dit is bij een buy. Wij kijken voor een sell. Waarom kijken we voor een sell? Er staat hier een rood pijltje om te beginnen. En hier aan de linkerkant zien we dat het rood is. Dat wil zeggen, we zoeken voor een sell. Dit is de 15 minuten timeframe. Ga je naar training. Step by step 15 minuten. En dan kom je bij dit. Dus zoals ik al zei, ik was een beetje op de zaken vooruit aan het lopen. Kijk naar de twee candles links van de arrow. Is the red candle bigger than the blue? Oké, is hier links van de pijl, is het rode blokje, de rode candle, groter dan de blauwe? Oké, check. De rode candle is groter dan de blauwe, links van de pijl. Dus daarvoor deze twee. Oké, dan gaan we naar stap 2. Does the red line cut through both candle bodies? Gaat de rode lijn gaat die door beide candle bodies, dus de blokjes, echt de rechthoekige dingen. Dus hier hebben we de rode lijn. En die gaat effectief door beide blokjes. Dus we hebben een check. Dus stap 2 is check. Dan gaan we voort naar stap 3. Ik ga straks trouwens nog een voorbeeld tonen. Dus als je niet mee bent, geen zorgen, ik ga het straks nog eens doen. Stap 3. Is the gray, aqua or blue line closely above the two candles? Dus is de grijze, de aqua, dus de appelblauw, zeegroene of de donkerblauwe lijn dicht boven de twee candles? Dus we zoeken eigenlijk naar deze lijn. We hebben hier deze lijn en we hebben hier de grijze lijn. De donkerblauwe is er niet altijd. En een uitzondering, wat je hier ook nog bij mag zeggen, ook al staat er niet, het mag er ook doorgaan. Dus het moet er dicht boven zijn of het moet er door de twee blokjes gaan. Hier zien we dat de lijn door de twee blokjes gaat. Dus dat is goed. Check. We hebben weer een check. Dus door de twee blokjes, en we gaan nog eens overlopen van begin. We hebben een rode pijl die aangeeft dat we zoeken voor een cel. We willen short gaan. Het rode blokje is groter dan het blauwe blokje. De rode lijn gaat door de twee blokjes. En de aqua, ook al zie je het hier niet goed, de appelblauw zeegroene lijn, gaat door de twee blokjes of is er lichtjes boven? In dit geval gaat hij door de twee blokjes. Check, check, check. We hebben drie keer check. Triple check. Dan stap 4. Make sure the gray, aqua or blue line are not closely below price. Wat wil dit zeggen? We willen eigenlijk niet dat de grijze lijn dicht onder de prijs is. Dan willen we zeggen dat er eigenlijk genoeg plaats is. Stel we gaan short en we willen naar beneden gaan, dat er genoeg plaats is om hier lager te gaan. We willen lager, lager, lager gaan. En in dit geval is de grijze lijn te dicht. Hoe kan je dit weten? Dan kan je misschien je afvragen van hoe weet je of nu de lijn te dicht is of niet. Daarvoor ga je die short positie gebruiken. Hoe dat dit werkt is, je zet short, je zet hem eigenlijk hier, wanneer dat we het blokje opent. Je stoploss zet je boven de twee blokjes. Dus dat is hier. En je take profit, het einde van de groene zet je op de grijze lijn, of ietsje erboven zelfs. En je wilt eigenlijk dat dit 2 geeft. Een risico-reward ratio van 2. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat als je 1% riskeert van je hele account, dat je, als je een 1 op 2 hebt, dus nu, dit zou een 1 op 2 zijn, dat je 2% wint. Een 1 op 2 is echt het minimum. Je kan ook gaan voor een 1 op 3 of een 1 op 4. Dus in dit geval is het niet goed. We zien ook hier dat de markt is gezakt richting de grijze lijn, maar hij heeft hem niet geraakt. Dus het heeft onze stappen niet gevolgd. Maar dat zijn eigenlijk de 4 stappen. Stel bijvoorbeeld dat de grijze lijn veel lager zat, dat de grijze lijn bijvoorbeeld hier zat, en je zet weer die short positie. Ruben gaat trouwens, we gaan dieper ingaan op deze twee dingen, hier de short en de long positie in een later video. Dus als dit nog onduidelijk is, hoef je niet te veel zorgen te maken. Dan gaan we eigenlijk, voordat dit de grijze lijn was, zet je hier je take profit, je stoploss zet je een beetje boven de twee blokjes, en dan heb je nu een 1 op 2,27. Dus dat is ideaal. Ik ga je dan even een volgend voorbeeld gebruiken. Dus dit was eigenlijk de 4 stappen, heel simpel uitgelegd. Ik ga ze nu nog op verschillende voorbeelden eigenlijk opnieuw doen. Dus als je dit nog niet begrijpt, moet je zeker blijven luisteren. Dus ik ga je beginnen op USD CAD.
Hier. Dus hier gaan we eigenlijk opnieuw de vier stappen doen. Dit is niet meer het DeLorean-platform. Hier zijn we al op TradingView. Omdat de DeLorean-scanner, ja, dan zou ik te veel terug in de tijd moeten gaan. Maar hier is ook eigenlijk waar je echt je analyses gaat doen. En waar dat je echt gaat kijken en je setups gaat bekijken. Het is ook veel, veel makkelijker te volgen dan op je DeLorean-scanner. Je zal het ook zelf wel merken als je het echt gebruikt. Maar dus wat zien we hier? Hier zien we dat we eigenlijk dat een groen blokje hebben en een groter rood blokje. Dus moet je hier inbeelden op de DeLorean-scanner. Even een pijltje zoeken. Pijltje naar beneden. Oh, hier van boven. Dus hier zien we een rood pijltje. Dus dit zien we. Dus dit geeft aan, oké, we willen short gaan op de markt. We willen kort gaan. We willen dat de markt naar beneden gaat. Dus we gaan kijken, oké, we gaan gewoon de vier stappen overlopen. En we pakken gewoon dit er weer bij. En we kijken eerst en vooral, voordat we eigenlijk verder gaan. Oké, we zijn op USD CAD. We zijn op de 30 minuten. 30 minuten en we willen in een short gaan. We willen de markt sellen, verkopen. Dus we gaan hier 15 minuten, 30 minuten, 1 uur. Oké, 30 minuten. Dus dit moeten we hebben. Hier is ook 30 minuten. Sorry, wacht. Ik ga even terugkeren. Dus je gaat eigenlijk naar training. Dan ga je hier step-by-step graphic. Je kijkt 15 minuten tot 1 uur. Dus dat is de 15 minuten, 30 minuten en de 1 uur. Of je hebt de 4 uur en de daily. Dus hier zien we bij USD CAD, we zijn op de 30 minuten timeframe. Dus we gaan hier naar de DeLorean scanner. Training, 15 tot 1 uur. Dus hier tussen zit natuurlijk ook 30 minuten. Dan krijgen we dit. Dan heb je nog twee opties. Je hebt een buy of je hebt een sell. Zoals ik al zei, hier kijken we voor een sell. We willen short gaan op de markt. Dit pijltje trouwens gaat ook eigenlijk, ik heb het al gezegd, maar dit wordt getoond op de DeLorean scanner. Dus je hoeft hier geen zorgen te maken. Het gaat voor jou aangeduid worden. Dit moet je niet zelf zetten. Dus we gaan sell. Oké, dit is eigenlijk deze vier stappen. Naar deze moeten we kijken. Stap 1. Look at the two candles. To the left of the arrow is the red candle bigger than the blue. Oké, dus we gaan kijken naar de twee blokjes links van de pijl. En we kijken, is het rode blokje groter dan het blauwe? Dus ik ga je echt goed inzoomen, dat het heel duidelijk is. Oké, de rode is duidelijk groter dan de blauwe. Dus dat is check. En dus het gaat hier over volume. Niet hoger, maar echt gewoon groter. Oké, stap 1, check. Stap 2. Does the red line cut through both candle bodies? Gaat de rode lijn door de twee blokjes heen? Oké, we gaan terug naar onze trading view. En hier heb je de rode lijn. Gaat door de groene blok en gaat door de rode blok. Check. Stap 2, in orde. Dan gaan we naar stap 3. Is the gray aqua or blue line closely above the two candles? Of is de grijze, de appelblauw zeegroene op de donkerblauwe lijn dicht boven of gaat hij door de candles? Door de blokjes. Hier zien we, de aqua, de appelblauw zeegroene lijn, is dicht boven de blokjes. Een simpele manier om te weten van wat is nu dichtbij en wat is nu niet dichtbij. Is 10 pips ongeveer. Dus hoe doe je dat? Je gaat hier links, druk je op het latje, ga je boven de blok, en ga je naar boven, 8, 10. Voilà, dus zo hoog mocht het maximum zijn. Maar eigenlijk, hoe dichter de lijn is bij je blokjes, hoe beter. Dat wil zeggen, hoe dichter bij de blokjes, hoe meer kans dat de trade ook goed gaat gaan. Dus hier is hij heel dicht bij de blokjes. Dat geeft eigenlijk aan dat de kans dat deze trade goed gaat, echt groot is. Of alles is groter dan als de lijn verder zou zijn. Dus dat was stap 3. Dat is een check. En dan is voor stap 4. Make sure the gray aqua or blue lines are not closely below price. Dus je wilt er kijken van, oké, dus we gaan short, dat wil zeggen dat we in deze richting gaan. Oei. Dat zou een pijl moeten voorstellen. We gaan in deze richting. Niet veel beter, maar oké. We gaan short. En is er hier dicht onder geen lijn die in de weg zou zijn? Zoals Rico, dat is iemand anders die ook DeLorean trade, zou zeggen, de lijnen zijn eigenlijk magneten. Ze zijn magneten, maar ook muren. De Chinese wall, zou je zeggen. Dat wil eigenlijk zeggen, stel voor het hier zo een ik ga hem hier een grijze kleur geven.
Stel voor het hier zou de grijze lijn zijn geweest, dan had de markt perfect gewoon dit kunnen doen. Even terug een andere kleur geven. Naar hier gaan en gewoon pjoe, terug naar boven. Dat is waarom dat je eigenlijk echt wilt dat er geen lijn in de weg zit. Zo. Okay. Dus alle vier stappen zijn in orde, want er is geen lijn hieronder. Het rode blokje is groter dan het groene blokje. De rode lijn gaat door beide blokjes. En de aqua is er vlak boven. Dus check, check, check. Check. Vier keer check. Wat staat er dan bij stap 5? Oh, er is geen stap 5. Take trade. Echt waar? Zo simpel is het. Kijk, wat ik nu heb uitgelegd, het is niet veel moeilijker dan dit. Oké, er zijn nog extra dingen die ik kan leren, maar als je dit begrijpt, de vier stappen, dan kan je echt gewoon al traden. Ik zou niet direct aanraden natuurlijk dat je het op je live account doet, maar meer is niet aan DeLorean. Je kan meer leren als je wilt, maar je kan ook perfect zeggen van kijk, ik heb het druk, ik heb niet te veel tijd om te leren. En dat je echt gewoon deze vier stappen volgt en de scanner natuurlijk in de gaten houdt. En op die manier echt gewoon kan traden op een simpele manier zonder dat je uren en uren achter de chart zit. Dus in dit geval, we gaan gewoon echt zeggen van kijk, deze trade, stel dat we die genomen hadden, dan ga je hier gaan, een short positie. Ik ga het heel snel doen, omdat ik het later nog ga uitleggen. Wat zou het er ongeveer zo hebben uitgezien? Dus de stoploss zetten we boven de blokjes. Zet hem boven de aqua ook, boven de lijn. Je hoeft nu nog niet te snappen, zoals ik al zei. Maar gewoon om een idee te geven van hoeveel dit je kan opbrengen. Ja, je zet je take profit, zet je op een vorige structuur. Dus ik zou daar ongeveer... Ja, pak nu hier, dan heb je een 1 op 3. Dat wil zeggen, als je 1% riskeert, dan win je 3%. Stel dat je 2% riskeert, dan win je 6%. Dus we gaan gewoon eens kijken. Ik heb dit getekend terug in de tijd, dus ik kan eigenlijk hier verder gaan. Dus boom, we zitten in de trade. Ga richting groen, dus dat is goed. We zijn positief. Bam, take profit is gehit. En dit is gehit op een uur en een half. Dus op een uur en een half tijd heb je 6% gemaakt. Stel dat je 2% zou riskeren. En 6% is ietsje minder dan wat de aandelenmarkt je geeft op een jaar. Dus gewoon om je een idee te geven. Met simpele vier stappen kan je echt gewoon traden. En kan je door de vier stappen te volgen in een trade stappen. En op anderhalf uur, twee uur tijd gewoon 6% maken. Zonder al te veel moeite. Even eens kijken naar de chat. Hoeveel procent werkt het wanneer de vier stappen kloppen? Er zijn verschillende... Ik ga hier terug. Dus ik heb een notitieboekje, want uiteraard neem ik ook notities. Dus dat is eigenlijk afhankelijk het percentage van de verschillende paren. Dus hier bijvoorbeeld zie je dat we op USD CAD zitten. USD CAD bijvoorbeeld kan zijn dat als er daar een DeLorean is die de vier stappen volgt, dat hij maar 50% accuraat is. Terwijl als je een DeLorean ziet op Bitcoin bijvoorbeeld, want je kan ook perfect DeLorean traden op Bitcoin. Dus stel dat je zegt van, ik wil langer in cryptocurrencies gaan, die kan DeLorean ook gebruiken op crypto. Op Bitcoin kan het bijvoorbeeld 80% zijn. Ik ga het hier vlug eens terug proberen zoeken. Kijk, ik heb hier een notitie, dat was van een sessie van een van de educators. En bijvoorbeeld US 30 is 88% accuraat. USD JPY, dus dat is dollar, Japanse yen, is 95% accuraat. Dus dat is echt heel afhankelijk. Terwijl dat Euro CHF was maar 33% accuraat. Dus ik hoop dat dit een beetje... Hoe vind je de vorige structuur? Henrik, je niet te veel zorgen maken. Ik ga dat echt allemaal uitleggen in een later video. Ik wou dat ik nu gewoon redelijk simpel houden bij de vier stappen. Dat jullie dit zeker mee hebben. Ik ga nog een drietal voorbeelden doen. Waaronder op Bitcoin. Want ik zelf ben een grote fan van Bitcoin. En dan ga ik echt in een later video er echt diep op ingaan. Want nu zijn we zijn al 37 minuten in de session. Ik zou ook niet te lang jullie tijd willen pakken. Dus ik ga eigenlijk direct doorgaan naar Bitcoin, wat ik dit zag. Oké, we zijn op Bitcoin, op de 15 minuten timeframe. Dus we gaan hier, training, step-by-step graphic, 15 minuten tot 1 uur. Oké, daar klik je op. En dan heb je twee verschillende opties. Je hebt een buy en een sell. Oké, wat hebben we bij Bitcoin? Dus en je moet je inbeelden dat je deze alert zou krijgen op de DeLorean scanner. Ik ga het hier direct al voor jullie spoilen. We willen kijken voor een buy. Zo.
Dus oké. Okay. We kijken om long te gaan. Dus we willen de markt kopen. Persoonlijk zou ik Bitcoin bijna nooit durven shorten, omdat ik echt geloof dat die blijft stijgen. Dus we zoeken voor een buy. We willen naar de upside gaan. We willen naar de bovenkant gaan, in deze richting, op Bitcoin. Dus dan gaan we eigenlijk gewoon dezelfde vier stappen toepassen die we daarnet ook hebben gebruikt. Oké. Okay. We willen buy, dus dat is de bovenste hier. Stap 1. Ik ga het nu gewoon zo doen zonder de graphic. Oké, dus stap 1 is de groene candle. Is de groene candle groter dan de rode? Ja, dus ik ga het nog eens tonen. We zijn naar deze twee aan het kijken. Deze twee candles. Is de groene groter dan de rode? Oké, okay, check. De groene is effectief groter dan de rode. Stap 2. Gaat de rode lijn door de beide candles? Oh nee. Het gaat eigenlijk enkel maar door de groene. Als ik hier eentje verder ga, zie je, hij gaat door de groene, maar niet door de rode. Dus dat is al niet goed. Dus als één van de vier stappen niet klopt, stop maar kijken. Als één van de vier stappen niet kloppen, dan heeft het geen nut om verder te kijken. Want ze moeten echt alle vier kloppen. Dat is echt cruciaal als je, als je vaak genoeg juist wil zijn om winstgevend te zijn. Dus dit klopt dan niet. Maar laten we gewoon de fun verder kijken. Stap 3 is de grijze, de appelblauw zeegroene of de donkerblauwe lijn dicht onder de candles. Maar hier zie je dat die al redelijk ver is. Op Bitcoin is het moeilijk af te meten, maar je kan het echt wel zien. Like het verschil tussen wat we daarnet hadden, waarbij dat het echt gewoon door de blokjes ging. Oei, dat is niet goed getekend. Door de blokjes ging. En dan hier heb je hem echt gewoon er ver onder. Dat wil eigenlijk zeggen, zoals ik al eerder zei, de aqua is een magneet, dat perfect de markt gewoon dit zou kunnen doen en gewoon naar hier zou kunnen gaan. En dan zou je uit je trade gekikt zijn. Dus deze trade is dan niet meer geldig, dus kan je eigenlijk gewoon direct wegdoen. Kan je nog... niet moeilijk aan. Kan je nog eentje doen? OutCHF. Oké, dus hier hebben we weer al te maken met op de 15 minuten timeframe. Dat is ook misschien goed om te zeggen. De meeste trades die je gaat nemen, of de meeste alerts die de DeLorean scanner je gaat geven, gaat ook echt op de 15 minuten timeframe zijn. Waarom is dit? 4 uur, het zijn maar 3 keer 4 uur op een... Nee, wacht. Moet opletten wat ik zeg. Er is maar 6 keer 4 uur op een dag. Maar op je tradingdag zijn er maar 3. Dus dat wil zeggen, je hebt om 11 uur 's ochtends kan je een alert krijgen voor de 4 uur, om 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds. Om 7 uur 's avonds traden we al niet meer. Dus eigenlijk heb je maar 2 keer dat je alert kan krijgen voor de 4 uur. Terwijl ja, hoeveel 15 minuten zijn er op een dag? Ja, middernacht 15, middernacht 30, middernacht 45, 1 uur 's nachts en zo gaat het maar door. Dus de meeste alerten die je gaat krijgen, gaat ook echt op de 15 minuten zijn. Dus we gaan hier terug. Training. 15 minuten. Oké. Okay. Kijken voor een buy of kijken voor een sell? Ga je direct die pijl terugzetten. Oké, okay, we kijken voor een buy. De pijl zegt buy. Het is op de DeLorean scanner, moet je weten. Ik ga het maar eens tonen. Dus hier, als je echt gewoon op eender wat klikt, de pijl gaat er altijd zijn. Dus hier zie je de pijl. Als je lager gaat, als je nog op iets klikt. Het algoritme die dit creëert, het algoritme van de DeLorean scanner managed, gaat altijd die pijl geven. Het is gewoon maar mijn voorbeeld dat ik hier de pijl zelf zet. Dus hier kijken voor een buy. Stap 1. Ik ga het nog eens aanduiden. Stap 1. Is de groene candle groter dan de rode? Dus kijk naar deze twee blokjes. En is het groene blokje groter dan de rode? Oké, okay, check. Stap 1 is in orde. Dan gaan we naar stap 2. Gaat de rode lijn door de twee candleblokjes, door de twee candles? Check. Stap 3. Is de aqua, de grijze of de donkerblauwe lijn er dicht onder? Ja, de grijze en de donkerblauwe zijn hier. En de aqua is hier. Dit is al te ver. Want wat zien we hier? We zien hier dat... Oh, wacht. Ja, hier gaat hij weg van de aqua en hij komt terug. Weg van de aqua. En hier zou hij mogelijk terug kunnen gaan. Dat weten we niet zeker. We weten niks zeker in trading. Zelfs met de beste strategie weet je niks 100% zeker. Maar doordat de aqua zo ver is, zijn we niet zeker dat hij nog verder kan gaan. Want hier bijvoorbeeld, stel dat dit een geldige DeLorean was, en je zou dit genomen hebben, je bounced, je kaatst echt van die aqua af. Terwijl hier is dat niet zo.
Dus deze zou ook weer niet geldig zijn. Dan gaan we nog één voorbeeld doen. Laatste voorbeeld en dan gaan we het afronden voor vanavond. Het probleem is dat die... Er zit iets voor van Zoom, dus ik kan niet direct op klikken. Euro NZD, oké. Oké, we gaan nog een laatste voorbeeld. We gaan hier een pijl zetten. Dan, oké. Is er het rode... Kijken voor een buy of een sell. Dus de DeLorean-scanner, die geeft je de rode pijl. En rood is zo rood down. We kijken voor een sell. Dus dan ga je hier, DeLorean-scanner... DeLorean scanner training, 15 minuten. Oké, buy of sell, sell. Oké, dus dit, hier kijken we naar opnieuw. Dan gaan we hier gewoon de stappen doen. Stap 1 tot 4. Stap 1. Is het rode blokje groter dan het blauwe of groene blokje? Oké, check. Gaat de rode lijn door de twee blokjes? Deze is een twijfelgeval. Want je ziet hem dat hij zo het blokje zelf aantikt. Dus persoonlijk zou ik hem niet genomen hebben. Omdat ik ben redelijk streng op de trades die ik neem. Dus persoonlijk zou ik deze niet genomen hebben. Maar sommige mensen zouden hem wel kunnen hebben genomen. Want de rode lijn gaat er wel degelijk tegen of door. Dus stel dat het juist was. Oké, check. Dan kijken we, is de aqua, de grijze of de donkerblauwe lijn er dichtboven? De belangrijkste is de aqua. Dus dit zijn EMA's. Dus is de aqua EMA er dichtboven of gaat hij erdoor? Oké, check. En is er geen lijn er dichtonder die in de weg zou kunnen zijn? Nee. Er zijn de drie lijnen zijn hierboven. Dus het is niks anders tegenhoudt. Dus wij voorspellen of wij willen dat de markt naar beneden gaat. En wij zouden deze trade ook echt genomen hebben. Als we hem deze zouden nemen, zouden we hem naar beneden nemen. Dus we gaan hem gewoon een keer laten afspelen. Kijk, de markt heeft ons niet gegeven wat we wouden. Dus zoals ik al zei, ik zou redelijk streng zijn geweest en hem niet genomen hebben. Soms kan hij ook perfect de vier stappen volgen en nog altijd slecht gaan. Het is belangrijk om te weten dat niks 100% accuraat is. Dus zelfs als het perfect de vier stappen volgt, kan het nog altijd slecht gaan. In dit geval, ja, het volgde de vier stappen een soort van. Het was geen perfect voorbeeld. En hij is een beetje goed gegaan en dan is de markt gewoon gekeerd. Dus ja... Dit zijn eigenlijk, heel kort samengevat, de vier stappen. Het is niet de bedoeling dat jullie het volledig snappen na deze call. Zeker als je nieuw bent, is dit is allemaal nog nieuw voor jou. Misschien heb je zelfs nog niet eens de 100 en 200 series gekeken. Ga je even terug naar Zoom. Oh ja, ik moet stoppen met sharen. Stop share. Oké. Okay. Ik weet niet of jullie goed notities hebben kunnen nemen, want het ging wel redelijk snel. Maar wat ik jullie wel echt al zeker kan aanraden, is om hier dus, zoals ik al eerder zei, naar de link te gaan die ik in de chat heb gezet. Of gewoon de Lorne Bootcamp te kijken. Ik zou zeggen, tegen volgende week de 5 video's kijken zou echt ideaal zijn. Elke video is ongeveer 40 minuutjes. Dus het moet zeker lukken. En daar gaat hij echt ook stap voor stap ook uitleggen, gelijk die vorige structuur dat een van jullie vroeg. Van ja, hoe markeer je dat precies, of hoe weet je dat? Dat gaat hij ook allemaal uitleggen. Dus dan kan je eigenlijk die sessies al zeker kijken in een week tijd. Ze zijn allemaal al op YouTube. En dan kunnen deze basic sessies zeg maar een herhaling zijn. Of een plaats waar je je vragen kan stellen. Dus zeker die bootcamp kijken. En voor degenen die willen. En ik kan het echt alleen maar aanraden. Ik heb het zelf ook gedaan als ik de kans had gekregen. Is om die bootcamp te kijken in de eerste plaats. En direct gewoon op de chart te gaan. Direct op TradingView. Markeren en grafieken markeren. En de Lorne Plays ook echt gewoon tonen hoe dat ze in zijn werk gaan. Dus echt gewoon wat ik daarnet heb gedaan. Dus ik ga nog even kort teruggaan. Nee, dit is niet de juiste. Google Chrome. Oh ja, ik ben niet meer mijn scherm aan het delen. Ik ga even mijn scherm terugdelen. Dus als je de bootcamp hebt gekeken en je zei van ik wil direct van slag gaan, zou ik zeggen, zoek gewoon een DeLorean play. Dus zoals dit. En dus je zoekt voor... of wacht, ik ga het anders doen. We gaan het beter doen. Je gaat naar de DeLorean scanner, eenmaal dat je die gekocht hebt. En je gaat gewoon eigenlijk door de paren gaan die al geweest zijn. Maakt niet uit of ze 4 uur geleden zijn, of 10 uur geleden, of nog maar net gebeurd zijn.
En je gaat echt gewoon zoeken naar een goede DeLorean play. Dus een goede DeLorean die de vier stappen volgt. Wat zou ik dan willen van jullie dat jullie doen, is gewoon kijken van, oké, je zoekt de pijl. Je kijkt naar de twee blokjes links ervan. Dan ga je hier in de linkerkolom van je DeLorean ga je hier op dat borsteltje rechts van klikken. Druk op rectangle. Dan ga je gewoon het zo omcirkelen. Eventueel kan je het wat lichter zetten. En gewoon, dit is alles. Gewoon dit blokje omringen. Deze twee blokjes omringen wanneer dat ze geldig zijn. Dus dat, je kijkt voor jezelf. Gebruik je dit hier, de vier stappen, om te kijken of de trade echt geldig is. Je overloopt ze hier. Dus is het rode blokje groter dan het blauwe? Check. Gaat de rode lijn door de beide blokjes? Check. Gaat is de aqua, de grijze of donkerblauwe lijn vlak boven in dit geval? Of gaat er door? Check. En is er plaats voor profit? In dit geval was het niet zo. Maar stel voor dat het wel zo was, dat deze lijn er niet was. En stel dat hij dus vier stappen volgt, ga je gewoon dit omringen. Trek er een foto van met je gsm. En stuur me even door op Instagram. Dus gewoon een foto trekken met je gsm. Ik ga even mijn Instagram erbij pakken. Het staat ook in mijn naam. Dus dit is mijn Instagram, gewoon Sam Dupré. En stuur me gewoon een berichtje, stuur me een DM, met gewoon een foto van een valid DeLorean play. Die is, denk van, oké, die volgt de vier stappen. Dit is volledig vrijwillig, je moet het niet doen. Als je echt er zin in hebt, zou ik zeggen, stuur mij twee of drie, die geldig zijn. En dan kijk ik er even naar en kan ik ook zeggen van of die er goed uitzag of niet. Dan kan ik misschien direct helpen en kan ik je vragen al beantwoorden, one-on-one. Ik denk dat het ongeveer zo was. Stop share. Zijn er verder nog vragen? Zijn er mensen die nog iets afvragen? Of any questions? We zijn er maar met 7. Wat wel dacht. Natuurlijk, voor veel mensen is dit herhaling. Als er dan geen vragen zijn, wanneer is de volgende call? Normaal gezien zou dat volgende week maandag zijn. Dus volgende week maandag, de volgende call voor de basic, dus dag 2 van deze zeg maar training, bootcamp, whatever dat je het wil noemen, is volgende week maandag. Dan gaat het ook met Ruben zijn, normaal gezien. En dan gaan we ook verder gaan over hoe dat je stoploss instelt, je take profit, hoe dat je kijkt naar marktstructuur. Dus dan zie ik je volgende week. Oké, als er geen vragen meer zijn en als alles duidelijk is, dan zie ik jullie volgende week. Dank dat jullie er allemaal konden zijn. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Dus zoals ik al zei, deze is opgenomen. Ik zal de link later nog sturen in de groep. En dan zie ik jullie volgende week. Ciao, boys.